moest in de achtervolging. Kums had niet meteen de blik op rechts gericht. Malede. Malede goed meegeven met Mohammadi. Mohammadi laag en daar de doelpunt 0-6. 0-6 is het na 74 minuten en 30 seconden. De Bruin scoort voor de tweede week op rij. Maar hoe makkelijk ging dat ook weer? Maar dan wel prachtig rechtgezet. Maar nu vandaag gaan ze helemaal kopje onder. Malede, kijk hier, de simpele playthings. Humphries, die kan het niet meer verlopen. En dan de ruimte gelaten voor De Bruin. Niemand pikt hem op. Hij kan die bal zomaar rustig binnenlopen. In de rug van de Bok. Ook de Smet staat te ver. Die houdt nog rekening met Yaremchuk. Maar 0-6 is het hier dus.